Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is vandaag woensdag 1 juni 2022. Lloyd Groenhout is mijn naam. En tot 9 uur presenteer ik u vandaag de Koffiepraat. Hopelijk hebt u een goede nachtrust achter de rug. Bisatakwa lopasi sumo. Heel veel mensen hebben er heel veel moeite mee. Maar ja, we moeten het even zo doen. Inamal fitnessen alweer, hè. En laten we hopen voor betere tijden straks. Dat het toch wel wat minder zal regenen. En dat wij dus straks droog weer hebben. Ik denk vooral aan de mensen in het binnenland. Die het heel erg hebben op dit moment. Maar ik hoop dus dat aan hulp komt op gang. Dat de mensen dus geholpen kunnen worden. En we denken aan u. En laten we hopen dus dat wij gezamenlijk elkaar kunnen ondersteunen waar nodig. Wat gaan we vandaag doen? Nou, ik heb op bezoek de heer Ravindra Patandin. Meneer Patandin, goedemorgen. Het is genoeg om u vandaag hier bij ons te hebben. Dus toen ik het zag via CDS, dacht ik, dat is zeer interessant wat ik daar allemaal heb gezien. Dus we moeten u uitnodigen. De heer Patandin, die is voorzitter van, even kijken hoor, de orde van, even kijken wat het is, ja, de orde van een raadgevende ingenieurs, ja. In Suriname is dat, ja, klopt. Ja. Ik ben benieuwd te weten wat deze orde precies doet, meneer Patandin. Ja, goedemorgen. En ook dank dat u mij vandaag heeft uitgenodigd om in ieder geval hierover te kunnen praten. De Orde van de Raadgevende Ingenieurs in Suriname, yeah. ORIS, dat is een vereniging van ingenieursbureaus die hebben samengebundeld. In 1979 is het opgericht, yeah. Bij staatsbesluit. En we hebben nu 8 ingenieursbureaus die lid zijn van ORIS. Wat wij doen is wij belangen uiteraard de behartigen de belangen van de ORIS-leden, de ingenieurs. Ja. Totaal hebben we zeg maar ongeveer 250 medewerkers samen met alle bureaus. Mm-hmm. Wij kijken naar welke maatschappelijke vragen er zijn en we proberen dus ook kritisch te kijken naar wat er om ons heen gebeurt. Mm-hmm. We kijken ook ontzettend veel naar kwaliteit. Wij willen ook graag het beroep raadgevend ingenieur, dat is een beschermd beroep, willen ook inhoud geven. Dus we kijken ook bijvoorbeeld naar de ethische codes die nageleefd moeten worden. En de bureauleden zijn allemaal stuk voor stuk, zeg maar, ze hebben zich gecommitteerd om de code of ethics die wij hanteren na te leven. ORIS is ook lid van een internationale organisatie, dat is FIDIC, de Federatie van de Internationale Consulting Engineers. Die is gevestigd in Zwitserland. En daarmee moeten wij ook voldoen aan de criteria die zij stellen voor alle leden die wereldwijd opereren. Vandaar dus dat wij proberen om de beroepsgroep, maar ook de maatschappelijke aspecten die er spelen, om daar gewoon meer inhoud aan te geven en vooral kijken naar de kwaliteit. Natuurlijk ook de belangen van de bureauleden behartigen, in gesprek met de overheid, maar ook in gesprek met andere spelers binnen de bouw- en constructiesector, zoals de aannemers en de architecten. Ja. De orde is aangesloten bij zo'n internationale organisatie, worden er strenge eisen gesteld wat bijvoorbeeld de kwaliteit betreft? Ja, dus er zijn eisen voor toelating, dat is één. Mm-hmm. Twee, uiteraard moet je ook betalen jaarlijks, anders word je gerouilleerd. Drie, de criteria zijn natuurlijk, je moet onafhankelijk zijn. Mm-hmm. Je moet het beroep in alle facetten onafhankelijk kunnen uitvoeren. Het mag niet zo zijn dat iemand zegt, schrijf liever dat in plaats van dat, dat komt bij mij beter uit. Nee, dat mag niet. Je moet je onafhankelijke positie blijven houden. En een ander aspect is, je moet ook continu je trainingen blijven doen. Je moet jezelf blijven upgraden. Het mag niet zo zijn dat je één keer je titel hebt gehaald en 30 jaar lang niks doet in je beroep en je zegt nog steeds, ik ben een engineer en ik doe er niks in. Nee. Dus dat soort zaken spelen mee en daarom hebben we ook jaarlijks contact
jaarlijks dus regelmatig contact met FIDIC. Jaarlijks zijn er vergaderingen, maar er zijn ook voldoende trainingen die aangeboden worden vanuit FIDIC, waaraan dus wij en anderen dus kunnen participeren. Ja, zeer interessant om dat zo te horen, meneer Patandin. Er is een panel discussie gehouden in verband met Engineers Day, is dat. Waarom is dus gekozen voor dus die titel van de panel discussie? De aanleiding is een tweeledig geweest. Mm-hmm. Het toeval wilde dat wij vanuit onze beroep, onze vereniging, FIDIC trainingen wilden laten verzorgen. Dat wilden we al vorig jaar doen. En dat is niet gelukt vanwege COVID en andere maatregelen. Ja. Dat hebben we dit jaar gedaan. We hebben 3 dagen lang hebben we wat we noemen FIDIC trainingen verzorgd. FIDIC, dat zijn contractvormen tussen 2 partijen. Meestal overheid en aannemers. Ja. En er is een trainer, een gecertificeerde FIDIC trainer, hebben we uit het buitenland gehaald. En die heeft 3 dagen lang de nodige trainingen gegeven aan in totaal 80 deelnemers. Zo ziet u dus ook dat in dat stukje er blijkbaar een behoefte was en nog steeds is. Mm-hmm. En het is niet alleen bedoeld voor engineers, maar ook voor mensen die in het hele sector gedeelte werken. Dat kunnen ook financiële mensen zijn die vaak contracten op helpen opstellen, et cetera. Mm-hmm. Dus daar ging het om contractvormen. Ook wat houdt het allemaal in? Dit soort grote contracten. Ja. Daarvan hebben we 3 dagen training gedaan. De titel was dus moderne contractvormen voor infrastructurele werken in Suriname. Klopt. Dat was de titel, hè? Maar de 3 dagen ervoor hadden we die training. Okay. Dus de aanleiding was van, weet je wat, laten we dan een thema koppelen voor een dag. Die, dat was het tweede doel. Mm-hmm. Ook vorig jaar wilden we al vanuit Ores een, zeg maar, een Engineers Day op houden. Yeah. Maar dat lukte niet. En hebben het nu gecombineerd met laten we dan die Engineers Day doen. Dat betekent de bureauleden kunnen een stukje exposé geven van wat doen ze en wat zijn ze allemaal aan het zijn, wie zijn ze. Mm-hmm. En het tweede was een thema te pakken die aansloot bij die trainingen. En we hebben recentelijk gezien dat de overheid veel grote infrastructurele projecten wil opzetten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de brug over Quarantijn, brug over Suriname rivier, misschien een afvalverwerkingsinstallatie, een moderne. Nou, dat zijn hele grote projecten. Dus we dachten van laten we dan gelijk ook dit als thema pakken om erover te kunnen discussiëren in een paneldiscussie. Dus vandaar de aanleiding. Is het de eerste keer geweest dat er zo'n discussie is gehouden op Engineers Day? Ja, voor zover mij bekend wel. Ja. Ik ben net 2 jaar voorzitter, maar daarvoor gaande jaren hebben we dat niet gehouden. Mm-hmm. Dus voor zover mij bekend wel. Maar met deze opkomst is dus gebleken dat het noodzakelijk is om het misschien jaarlijks te gaan houden, no? Het was in naam van een succesvolle dag, dat klopt. Er was ook veel vraag en antwoord, dus veel discussie. Ja. Als u naar de huidige ontwikkelingen kijkt, meneer Patandin, is het noodzakelijk om de huidige contractvormen te gaan veranderen? Voor de grote projecten kunnen we niet meer volstaan met de traditionele contracten. Mm-hmm. En de traditionele contracten, dat is wat wij noemen de UWS, wat in Suriname bekend is bij wet ook van toepassing is. Yeah. Traditioneel betekent, er moet van alles en wat al van tevoren voorbereid worden. Een aannemer wordt na een aanbesteding geselecteerd. Mm-hmm. En de aannemer moet het alleen uitvoeren. De aannemer hoeft niks te ontwerpen. De aannemer moet eigenlijk alleen maar uitvoeren wat er ontworpen is en er wordt toezicht gehouden door een aparte partij. Dat is traditioneel. Mm-hmm. Maar voor die hele grote, waar je vooral kijkt naar allerlei vormen van complexiteit, et cetera, dan zul je af moeten stappen van die traditionele. Je zult een stukje verantwoordelijkheid, maar ook in een vroeger stadium zo'n contractpartij erbij willen halen. Want ze hebben ook ervaring. Je wil van hun ervaring gebruik maken van, wat denkt u van zo'n oplossing, wat denkt u van zo'n oplossing. En op die manier trek je ze naar voren in plaats van traditioneel op het einde. En die vormen zijn steeds meer en meer gebeurd wereldwijd, ook in Suriname. Laten we dat niet onder stoelen en banken steken. Het gebeurt ook in Suriname. Alleen, het moet misschien wat beter nagekeken worden van welke van die andere vormen zijn geschikt voor Suriname. Waar moeten we op ons voorbereiden en waar moeten we ons misschien wat meer gaan focussen? Ja, we weten dat het in het verleden ook wel verkeerd is gegaan bij bepaalde projecten, bepaalde bruggen.
Hoe kan dat in de toekomst voorkomen worden? We weten dat mensen, aannemers, die hebben gebouwd, wat later bleek, dat dus de manier hoe men bouwde niet het gewenste resultaat toen heeft opgeleverd. Of althans, het leken meer dubieuze projecten dan wat anders. Ik ben niet op de hoogte van de grotere projecten die helemaal fout zijn gegaan. Misschien is dat gebeurd, maar daar ben ik niet op de hoogte. Maar wat ik wel wil zeggen is, in het hele zeg maar gebeuren rondom de bouw- en de constructiesector, heb je altijd eigenlijk drie partijen. Ja. Je hebt de opdrachtgever, je hebt de uitvoerder, oftewel de aannemer, en je hebt meestal een tussenschakel, wat wij noemen de supervisor of de contract manager of de project manager, die zorgt dat er een goede evenwicht is tussen wat er moet gebeuren en wat er werkelijk gebeurt en de controle op de kwaliteitszaak. Als één van die drie schakels ontbreekt of op een goede manier in beeld is gebracht, dan zul je merken dat er zaken fout kunnen gaan. Ik zeg niet dat het gaat, ik zeg het kan gaan. Dus kleine projecten vaak kun je één op één doen met elkaar, aannemer en opdrachtgever. De grotere projecten is vaak al gebleken dat, met name als het gaat om wat complexer, de capaciteit, de kennis is er niet altijd bij de opdrachtgever, dus die moet het ook inhuren van derden. En het inhuren moet op een goede manier gebeuren. Je kan niet zomaar iemand inschakelen van ja, je bent de ingenieur dus jij kan het. Nee, zo gaat het niet. Inhuren op basis van kwalificaties. En de rollen moeten van alle drie partijen ook duidelijk zijn. En daarvoor hebben we die contractvormen. UWS zegt het heel duidelijk wat de rol is van zowel de opdrachtgever, de aannemer, als de directievoerder. Dat zijn de drie partijen. Maar FEDIC contracten zegt het precies hetzelfde. En vandaar dat wij pleiten om die onafhankelijke rol te blijven houden. Waardoor die toezicht gebeurt op een onafhankelijke basis. En niet dat je dan zegt van ja, maar goed, ik ben van de opdrachtgever. Dus weet je, ik zal wel door de vingers kijken als het zo gaat. Of vanuit een andere kant. Dat gaat niet. Dus om te vermijden dat er problemen ontstaan, zou het goed zijn om in elk geval een onafhankelijke partij ertussen te hebben. En met name voor de hele grote projecten. Ja, want het is toch wel gebeurd dat er heel veel geld tegenaan is gegooid. En dat zie je op een gegeven moment dat die projecten blijven staan. Kapitaalvernietiging, meneer Patandin. Ja, maar dat heeft weinig te maken met de contractvormen. Dat heeft meer te maken met of voorbereiding of besluitvorming. Als mensen iets besluiten. En mensen, dat kan zijn de overheid, dan wel andere particuliere opdrachtgevers. Als ze een besluit nemen en ze merken ergens halverwege de rit dat het niet meer lukt en ze laten het in de steek, dan heeft u gelijk. Dan is het vaak een stukje kapitaalvernietiging. Maar daar gaat het niet over. Het gaat eigenlijk erom, als je het project van tevoren van A tot Z goed plant, je hebt je geld ervoor. Hè? Vaak is het ook geld wat speelt. En je hebt, alle partijen zijn in elk geval gebonden aan de contracten om te zorgen dat de resultaten worden gerealiseerd. Dan dient de opdrachtgever wel te zorgen dat het geld er ook is. Ja. Anders mist er één aspect van het hele verhaal. En dat kan natuurlijk ook niet. Ja. Hoe is het in de afgelopen jaren gegaan voor de Surinamers in vergelijking met de internationale? Was er een behoorlijke concurrentiestrijd, om het zo te noemen? Niet zo. Waarbij misschien internationale organisaties eerder dus die opdrachten kregen dan de Surinaamse? We hebben op een paar projecten gemerkt dat er een dermate criteria werden gesteld dat de Surinaamse ingenieursbureaus of aannemers heel moeilijk aan konden voldoen. Hoe komt dat? Dat is eigenlijk nog de vraag van wie heeft, op welke manier wordt er naar gekeken? Is het project moeilijk? Is het complex? Ja, dan kan ik me voorstellen dat je misschien inderdaad de criteria hoog stelt, want je wil je garantie hebben dat het product goed wordt uitgevoerd of wordt ontworpen. Ja. De meeste standaardzaken die we hier doen, kunnen we. Het is niet zo dat wij niks in huis hebben. We hebben ook relaties buiten Suriname. Zowel de bureaus, ingenieursbureaus, als de aannemers, als de architecten. Dus
Daar hebben wij ook de overheid gevraagd om iets scherper naar te kijken. Mm-hmm. Tegenwoordig praten we over local content. Ja, u weet het, staatsolie wordt gevraagd om local content te bevorderen bij met name de oliemaatschappijen. Ja. Maar wij vragen aan de overheid, denk in de normale, traditionele, maar wat grotere projecten, denk ook aan local content. Mm-hmm. En het hoeft niet per se dat je zegt, nou 20% moet naar een lokale partij. Nee, kijk op welke manier wij ook betrokken kunnen raken. En het is nogmaals, we hebben ook de relaties buiten Suriname. Dus ook wij kunnen makkelijk aan bepaalde projecten voldoen. En dat gaat, dat gebeurt ook. Hè. Laten we dat ook voorop stellen. Dat gebeurt ook. Maar inderdaad, in sommige projecten is dat op een of andere manier niet gebeurd. En daar hebben we ook af en toe ook al bij de overheid onze opmerking gemaakt. Zowel de bureaus als de aannemers. Wat zijn de andere uitdagingen voor de ingenieurs? De Surinaamse ingenieurs vandaag aan de dag? Een paar. Een belangrijke uitdaging is de kwaliteit, behoud van de kwaliteit van de opleidingen. Mm-hmm. Kijk, wij willen graag dat onze instituten, zoals ADEC, PTC, kwalitatief goede, goed opgeleide ingenieurs of techneuten afleveren. Wij willen graag meehelpen waar het mogelijk is. Maar ook, het is natuurlijk het mes snijdt aan twee kanten. Als wij stil blijven, gebeurt er niks. Dus wij zeggen ook, van laten we kijken op welke manier wij kunnen doen. Wij willen graag. We willen niet per se alleen maar mensen uit het buitenland. We hebben wel een aantal, maar willen ook liever de goede aanwas vanuit de Surinaamse instituten. De tweede uitdaging die we hebben, is natuurlijk, we zitten in een financieel-economische situatie. Een beetje een slechte situatie, dat duurt al een paar jaar. Ook andere landen hebben daarvan een last. Maar we hebben wat langere lasten. Dus naast COVID ook financieel-economisch. Mm-hmm. Wij moeten dus als bureaus, ondanks dat, moeten we toch proberen om die groep die we hebben bij elkaar te houden. Want als je ze verliest, dan kan je ook niet meer op de markt opereren. Dus we proberen om dwars er doorheen toch die kwaliteitsbesef te blijven te houden. Mm-hmm. En ook de mensen vast te houden. Het gaat moeilijk. Er is een grote uitstroom naar het buitenland. Het is aantrekkelijk, Nederland of Caribisch gebied. En wat gebeurt er? Dan zitten wij met de mensen die dan achterblijven. Maar we gaan door, we gaan niet terug. En het derde, dat heb ik net al ook gezegd. Wij hoeven niet per se zwaar te concurreren tegen de buitenlandse bureaus. Het is juist, we willen samen. Dus we proberen daarin dat stukje wat te bevorderen, op te kijken. Dus die uitdaging is er wel. Ja. Om te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen in place kunnen brengen. Ja. We zitten met een situatie van klimaatverandering, meneer Patandin. En ik hoor vaak mensen zeggen van we moeten andere bouwstijlen erop na gaan houden. Bent u ook die mening toegedaan? Ja. Ik zelf ben, mijn achtergrond is water. Oh. Dus ik merk in heel veel zaken, ook in de bouw, waar we weliswaar wat minder, maar er zijn andere bureaus bij ons aangesloten. We praten er vaak over. Je zult steeds meer en meer aandacht moeten geven. Liever vandaag dan morgen, laat het maar goed zeggen. Als je kijkt naar de huizenbouw, we hebben vaker gehoord, daken vliegen weg, schade, omgevallen masten, dat soort zaken. Het kan niet meer dat wij daar nog steeds op de oude traditionele manier misschien een spijker in het dak slaan en that's it. Die dingen moeten anders. Maar ook, het wordt heter. En dat is al vastgesteld. Voor Paramaribo stijgt het. Als je het over 30 jaar uitspeert, is het waarschijnlijk al gemiddeld een graadje of twee al hoger. Dat betekent dat je ook de ventilatie van je gebouwen anders gaat moeten doen. Als ik kijk naar de openbare infrastructuur, zeg maar de wegen. En de zaken, u ziet het zelf, er zijn best wel veel wegen die onder andere door waterschade, veel regen, de ondergrond wordt zacht, wordt slap en ze krijgen dus schade. We hebben het vanmorgen over gehad, Carlos. Ja, en dat betekent dat je dus nu anders moet gaan denken, anders moet gaan bouwen. Je zult ook, bedoel ik hiermee ook vooral de overheid, omdat openbare infrastructuur bij hun ligt. Zullen ze moeten kijken van welke gebieden willen we nog bouwen. Sommige gebieden zijn misschien helemaal niet geschikt. En dan moet je dat niet willen. Kijk naar je klimaat. Kijk naar je adaptatiemogelijkheden. Kijk naar waar je
wel beter kan doen, waardoor je die ene SRD goed investeert, maar wel duurzaam, zodat je het langer kan genieten van het product wat uiteindelijk is neergezet. En dat geldt dus niet alleen voor de bouw, maar ook voor de wegen of waterbouw en andere aspecten waarin wij te maken hebben. Ja, ik heb hier onlangs gehad de heer Hardiou Ramadin, die ook deskundig is op dit gebied. En hij zei dat we hebben fout gehandeld door onze grachten te dempen toen. Terwijl Nederland dat bijvoorbeeld niet gedaan heeft. Bent u het met hem eens? Ik ben het deels met hem eens. Mm-hmm. Wat hebben we verkeerd gedaan? Wat ik al zeg. Eigenlijk dien je vanuit een perspectief van hoe ga ik mijn integrale ontwatering goed doen. Mm-hmm. Voor een platte pannenkoekgebied zoals wij dat noemen. Heel vlak. We hebben echt een hele vlakke kuststrook. Heel laag. Hè. Het is amper 1,5-2 meter boven gemiddeld zeeniveau. Mm-hmm. Dus je weet dat je het water niet van nature onder zwaartekracht, zoals het heet, kan laten lozen naar de rivier of naar de zee. Want de zee heeft ook nog en de rivier hebben ook nog een getijdenwerking. Hè. Ongeveer een 2 tot 2,5 meter getijdenwerking. Als je dat weet, dan heb je in de waterbouw de techniek om water eerst op te sparen, wat we noemen bergen, voordat je het gaat lozen als het water in de rivier of zee laag is bij eb. Om te kunnen bergen heb je kanalen of grote plassen, wat we noemen meren, nodig. Nou, Paramaribo is natuurlijk volgebouwd, dus die hebben niet van die grote meren en dergelijke. Maar je zult die grote kanalen die er toen waren, als je die daarvoor blijft benutten, dan blijf je je berging houden. Wat er gebeurt, en daar denk ik heeft de heer het over gehad, op een paar cruciale plekken zijn die kanalen steeds meer gedempt en hebben ze kokers geplaatst. En dat kunnen kokers zijn van 1 meter diameter, 1,5, maakt even niet uit. De bergingscapaciteit van die duikers is vele malen kleiner dan van het kanaal zelf. Dat is een gegeven. Mm-hmm. Dus daar heeft deze heer het waarschijnlijk over gehad. Hoe meer je dempt, hoe minder bergingscapaciteit je creëert. Met als gevolg, elke druppel water die er dan valt, gaat heel snel naar die gebieden die het niet aankunnen. En daar krijg je dan wateroverlast. Want je krijgt steeds minder berging en die druppels worden steeds meer. Want het kan ook harder regenen. En dus gaat het niet weg. En het tweede punt is, we hebben sluizen. Sluizen moeten ook afvoeren bij getijden, maar dat lukt niet altijd. Dus wat gemerkt is de afgelopen 20 jaar, bij bepaalde sluizen heeft de overheid pompgemalen gemaakt. Ja. Dat kan, maar de pompgemalen moeten wel gevoed worden met water. Klopt. En als het niet snel genoeg komt, dan werken de pompen ook niet super efficiënt. Dus dat soort zaken moeten meegenomen worden. Eigenlijk komt het neer op een stukje goede ruimtelijke ordening. Mm. En ruimtelijke ordening bedoel ik hiermee niet terreinen uitgeven, maar ik bedoel gebieden markeren waar je water wil bergen, waar niemand aan mag komen. En andere gebieden markeren waar je mensen zegt, hier stimuleer ik juist, ga daar wonen, hier kan ik een betere, goede droge voeten geven. En andere gebieden zeggen, dat blijft voor de natuur, dat moet je niet aanraken. Ja, om terug te komen op dat van onze bouwstijl, wordt er hierover gediscussieerd, misschien met het ministerie van OW? Want we moeten het echt naar die andere bouwstijlen. Hè? Wordt er hierover gepraat? Ja. We hebben in de afgelopen 1,5 jaar, laten we het over de afgelopen 1,5-2 jaar houden, hebben we een paar keer gesproken met het ministerie. Mm-hmm. Er is een bouwbesluit in Suriname. En er is nu sprake van een aanpassing van het bouwbesluit. Okay. En daarin ga je dus kijken naar nieuwe normen, nieuwe manier van zaken. Er wordt ook gekeken naar de kleine man, speciale bouwstijlen, die echt geschikt is voor de kleinere percelen. Mm-hmm. Ga dan niet moeilijke dingen doen, geef meer standaardisatie, waardoor zij ook beschermd zijn. Mm-hmm. En natuurlijk kijk je ook naar de andere materiaalgebruik en dat soort zaken. Ja, dus er wordt wel gesproken. Ja. Hoe zit het met certificeren van de Surinaamse ingenieursbureaus? Is dat ook een van de punten die aan de orde is? Ja. De meeste aangesloten bureaus zijn inmiddels al ISO 9001 gecertificeerd. Mm-hmm. Een aantal hebben nog andere certificaten. Bijvoorbeeld, we hebben elektrotechnische bedrijven erbij. Die hebben natuurlijk aparte certificaten. Dus dat gaat goed.
Wat wij ook willen inzetten, is certificeren van de ingenieur zelf. Mm. Dus je hebt certificering van het bedrijf, ja. Maar als persoon word je vaak in het buitenland, met name in Amerikaanse of in Britse gebieden, krijg je ook nog een andere certificaat en dat heet de Qualified Engineer of de Professional Engineer. En dat is een certificaat die je dus elke 2 of 3 jaren moet je een toets doen. En als je dat gehaald hebt, dan krijg je een verlenging van je certificaat. Okay. Dus daarmee word je gedwongen om op de markt, op de engineersmarkt te blijven. En dat willen wij, daar zijn wij nu van het Horus mee bezig, om te kijken of we dat naar Suriname kunnen halen. En op welke manier we dat ook in Suriname kunnen introduceren. Waardoor je ook je kwaliteit behoudt. Juist. En natuurlijk voor die grote projecten straks, misschien in de oil and gas, natuurlijk veel gevraagd wordt straks. Nou, dat hopen we natuurlijk ook. En overigens, we hebben hier ook met het ministerie van Openbare Werken gesproken. Want ja. Zij zijn er, hebben er baat bij dat er kwaliteit komt. En ze hebben ook gesproken om te kijken naar wat we noemen een constructeursregister. Dat is speciaal voor de bouw. Is het erg belangrijk dat je gecertificeerde constructeurs hebt die ook mogen tekenen, aftekenen op speciale documenten. Dat is geweldig. Dus die kwaliteitsbesef aspecten willen wij zo samen met de overheid natuurlijk invoeren. Ja, we gaan in de afronding, want u moet zo weg, hè, meneer Patandin. Ja, ja. Maar even een beetje afwijkend misschien, maar ook iets waarmee u zich hebt bezig gehouden. En dat is die kwestie van de parkeersituatie in de binnenstad. Ja. Wat zijn uw inzichten daarover? Want ik heb begrepen dus dat u zich ook daarover hebt gebogen. Nou, niet zozeer ik. Laat me de grani niet naar mij toe trekken. Inderdaad, wij vanuit ILACO hebben samen met een internationale partner een studie. Zijn we nu aan het uitvoeren in het kader van de historische binnenstad, de UNESCO Wereldherfdienst. En een van de aspecten is om te kijken naar het parkeerbeleid en de strategie om de stad een stukje qua parkeren beter te ordenen, maar ook de stad aantrekkelijker te maken voor met name de toeristen, maar ook voor ons. Ja, ik bedoel, Surinamers zijn ook toeristen in eigen land. En die aspecten worden nu meegenomen in het project wat we nu uitvoeren. En als eerste wat we gedaan hebben is binnen een grotere driehoek, want je kan niet een klein driehoekje pakken. Grotere driehoek is Zwarte Hubbertstraat, Henk Aronstraat, Van Sommersdijkse Kreek, kanaal, waterkant, hebben wij gekeken naar wat is er op dit moment aan parkeren, zowel aanbod als de mensen die daar komen van waarom parkeren ze daar. En daar hebben wij dus uiteindelijk nu de basisdata verzameld. We hebben het vergeleken met eerdere studies ook. En daaruit blijkt, er zijn redelijk wat parkeerplaatsen, parkeervakken, dus zeg maar circa 6.500. De parkeervakken langs de weg zijn heel vol door de week. Terwijl de parkeervakken van de straat af, dat zijn vaak de particulieren, die zijn misschien maar voor de helft gevuld. Dus er is een stukje volle parkeerplaatsen buiten, maar minder volle binnen. Dus we proberen nu te kijken, is dat op een of andere manier beter te spreiden, waardoor het parkeren iets beter geordend kan worden. En natuurlijk gaan we ook kijken naar allerlei andere maatregelen. Bijvoorbeeld betaald parkeren. Hoe moet het geordend worden? Moet er een aparte entiteit komen? Of moet het vallen binnen een bepaalde ministerie? En hoe kun je ook de infrastructuur zo goed mogelijk verbeteren, dat het wat geordender wordt, dat het niet overal wild geparkeerd wordt, want dat gebeurt heel veel op voetpaden, op trottoirs. Dat mag gewoon niet en toch gebeurt het. Maar ja, als het heel laag is, ja, dan daagt het alleen maar uit om het daar maar te parkeren. Want ja, je hoeft er toch niks voor te betalen. Ja. Dus al deze aspecten nemen we mee. Dat is dus voor de binnenstad van Paramaribo. En we hopen binnen 2 maanden zo met voorstellen te kunnen komen en die weer ook te presenteren aan de diverse stakeholders. Is het te doen, vooral als we kijken naar het aantal auto's dat we tegenwoordig hebben in ons verkeer? Het is te doen. Het is de vraag, willen we het? Mooi, geweldig. Heel blij om dat zo te horen. Meneer Patandin, we blijven u volgen. Het is een genoegen om vandaag met u te mogen praten in deze aflevering van de Koffiepraat. Heel veel succes met alle werk waarmee u bezig bent. En we spreken elkaar. Dank u wel. En u ook fijne dag verder. Dank u wel. En dat is de heer Ravindra, no? Ravindra. Ravindra.
Patandin met wie we hebben mogen praten in het eerste deel van de Koffiepraat op deze woensdag van 1 juni 2022. Het was een genoegen om dit gesprek te mogen doen. Heel veel bij geleerd ook. En we zullen de heer Patandin blijven volgen met zijn organisatie natuurlijk. Dankjewel. Nou, nog steeds de Koffiepraat. Het is 8:56. En ik heb een afspraak met de directeur zelf. Ik denk dat hij zal aanschuiven zo meteen. Want we hebben een sportgedeelte vandaag ook. In deze aflevering van de Koffiepraat. En we gaan zo dadelijk dan met de enige daarover praten. Die ons dus daarover kan informeren. Ja, we hebben het parlement gevolgd. En daarbij is de kwestie van een ambassade in Jeruzalem flink aan de orde geweest. En u hebt in het nieuws ook de reacties gehoord daaromtrent. De minister van Bibes, die zal hierover uitleg moeten komen geven als hij terug is in Suriname. Maar de vicepresident heeft dus intussen ook aangegeven dat... dat niet de bedoeling is. Dus hij heeft daarmee het parlement gerustgesteld, zoals hij heeft aangegeven. We hebben ook de minister van Financiën en Planning gehoord. En hij is ingegaan op de financiële situatie in ons land. De bankwet die wordt besproken, hij heeft aangegeven, en dat hoort u in het nieuws, waarom het noodzakelijk is om die wijziging van de bankwet door te voeren. Hij is ook ingegaan op dat van de douanekoers, dat het dus niet zoveel invloed, een minimale invloed zal hebben op de inflatie. En hij heeft aangegeven dat er dus behoorlijk wat aflossingen zijn gepleegd. Als het gaat om bijvoorbeeld die leningen die zijn genomen. Toen deze regering ook moest inspringen voor de vorige. Om ervoor te zorgen dat die salarissen onder andere van de ambtenaren betaald konden worden. En de banken die hebben dus ook hun medewerking verleend. En de minister heeft aangegeven dus dat die lening, ik dacht dat het iets moet zijn van 600 of 500 zoveel, is volledig afbetaald. Maar dat krijgt u dus in onze komende nieuwsuitzendingen te horen. Intussen aangeschoven Ernie Enig, goedemorgen. Goedemorgen luisteraars, goedemorgen Lloyd. Ja, vandaag zit u aan de andere kant. Welkom. Koffiepraat. Moet kunnen, moet kunnen. Ik zei aan de luisteraars dus in Koffiepraat, Alassane komt aan de orde. Dat zijn ze trouwens van ons gewend. En we hebben ook vandaag een sportblok, om het zo te noemen, erin geloosd. Want er is een activiteit. Kunt u daarover wat meer vertellen? Nou, het is niet een activiteit. Zelfs staan ze, denk ik. Ik vind het een activiteit. Ik denk dat ik een zo'n koekoos. Nee, maar het gaat erom dat Nacho weer gaat spelen. De Nations League wedstrijd staat voor de boeg, CONCACAF. En Suriname doet dus mee aan dit toernooi. En moet onder andere spelen tegen Jamaica en Mexico. En onder leiding van bondscoach Stanley Menzel. En assistent Roberto Geudeken. En Koolwijk zijn de jongens dus al begonnen met de voorbereidingen. En is een groot deel van de selectie al gearriveerd in Suriname. En mocht de sportpers gisteren in het SZ Stadion dus die training bijwonen. Straks vanmorgen is er ook een mediadag waarbij ook de media naartoe kan om daar dus interviews te doen en alle informatie te halen. En gisteren hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om dus te praten met Mienti Abena. Met Vatramani Amaseplein in Italië. Dat is Ricciano Habs. En ook de speler, nee niet de speler, de assistentcoach Roberto Geudeken hebben we al gesproken. Die dus kort zijn ingegaan op wat er allemaal te gebeuren valt. Hoe zij het hebben gedaan het afgelopen jaar in hun competities. En hoe ze toeleven naar zeg maar de CONCACAF Nations League wedstrijden. Helaas zijn enkele van onze topspelers niet naar Suriname gekomen. We hadden gehoopt dat Geraldo Becker erbij zou zijn. Maar Geraldo Becker is dus geblesseerd. En hij is dus niet meer gekomen. En Sharon Sherry, de man die echt een
topseizoen gedraaid heeft afgelopen seizoen. Is helaas ook niet afgereisd. Hij kampt met privéproblemen. Zijn moeder is ziek. En Sherry en Becker die zijn dus niet van de partij. En Ryan Donk is ook nog niet in Suriname. Maar de bedoeling is dat Ryan Donk dus op, vandaag of morgen arriveert in Suriname. Om zich vervolgens te voegen bij de selectie. Komend weekend is dan de eerste Nations League wedstrijd. Suriname speelt dan in het AZ-stadion tegen de ploeg van Jamaica. De selectie vertrekt dan gelijk de dag erna richting Jamaica. Om vervolgens op 7 juni, komende week dinsdag, dan te spelen op Jamaica tegen Jamaica. Dit is dus zijn de eerste twee wedstrijden. En op papier zou Suriname Jamaica dus wel moeten kunnen hebben. Ja. Maar ja, Abal loont toe. Mm-hmm. En men zal dus in elk geval keihard moeten werken. Om dus ook langs Jamaica te komen. Om zo dus in elk geval voor beginnen aan een uitgangspositie. Mm-hmm. En gisteren was dus weer goed in het AZ-stadion. De spelers hadden er duidelijk zin in. De sportpers was ook erg goed opgekomen. We hadden zo goed als alle stations, televisie, radio en kranten die aanwezig waren in het AZ-stadion. En de verschillende spelers zijn dus geïnterviewd geworden. We hebben Diego Biseswar gezien, we hebben Mienti Abena gezien en zo ook een aantal van de andere spelers. We hebben Rosello Fleiter gezien, we hebben Cleofilo Fleiter gezien. En die hebben dus allemaal in het AZ-stadion hun ding kunnen doen. Hebben we de coach van gisteren? Dus ze zijn verwerkt. Want dan kunnen we dus even luisteren naar Mienti Abena, Richano Haps en trainer Roberto Geudeken. Trainer Geudeken is dus de assistentcoach van Stanley Menzo. En Richano Haps en Mienti Abena, dat zijn dus twee van de diaspora spelers. De ene, Mienti Abena, die voetbalt in Slowakije, waar hij dus met zijn ploeg wederom kampioen geworden is. En hij ons dus vertelt hoe het jaar voor hem verlopen is. Zijn persoonlijke groei. En wat hij allemaal vindt om er dus weer bij te zijn bij onze Nacho. En Haps die vertrok van Feyenoord naar Venetia. Hij verruilde de eredivisie voor de Serie A. En hij deelde met ons ook de ervaring van hoe het was om die switch te plegen. Hoe hij zich heeft kunnen aanpassen wat betreft het voetballen in de Serie A. Wat hij ervan gevonden heeft. Hij is weliswaar gedegradeerd met zijn ploeg. Maar er is genoeg belangstelling voor Richano Haps. Dus hij zal de komende tijd zijn mind moeten opmaken over wat hij dus wel of niet zal gaan doen ten aanzien van zijn toekomst. Wat zijn de verwachtingen zelf? Nou, er kan van alles gebeuren. Het wordt sowieso niet makkelijk. Het is de top van de CONCACAF tegen wie we moeten uitkomen. Als we alleen maar bedenken dat we in een pool zitten met onder andere Mexico, dan geven we toch wel aan dat Mexico is de beste ploeg in deze regio. En onder andere tegen Mexico zullen wij de degens moeten kruisen. Ja, hebben we die quotes intussen? Oké, we kunnen even gaan luisteren naar het verslag. Mienti, je bent in Suriname. Je maakt deel uit van onze nationale selectie once again. Hoe ervaar je dat voor de zoveelste keer weer opgeroepen te zijn en deel te mogen zijn van deze journey? Ja, dat is natuurlijk een eer. Om hier weer aanwezig te zijn, om met de spelers hier samen iets neer te zetten wat niet eerder is gebeurd. Dus voor mij is het een hele grote eer. Ik ben dankbaar. Hoe is het afgelopen seizoen voor jou verlopen? We zijn kampioen geworden. We hebben de bekerfinale helaas verloren. Maar dat neemt niet weg dat ik alsnog een gelukkige man ben om weer kampioen te worden. Dat is de derde keer nu voor mij. Dus ik ben er wel blij mee. Het was een mooi seizoen. Jouw persoonlijke groei en ontwikkeling, hoe kijk je daar naar als je het afgelopen jaar mocht evalueren? Ik heb een hele goede groei doorgemaakt. Ik ben een paar keer geblesseerd geweest, dat wel. Maar ook dan leer je jezelf goed kennen. Ook dan probeer je het beste eruit te halen. En dat heb ik gedaan. Dus om te zeggen dat ik het maximale eruit heb gehaald, dat heb ik gedaan. Hoe zie jij de Nation League wedstrijden tegemoet? We hebben een Jamaica, we hebben een Mexico. Toch wel landen die van wanten weten? Zeker, het zijn pittige wedstrijden. En daar komt heel veel bij kijken, heel veel voorbereiding. Dus daar moet je echt gewoon goed op focussen. En daar zijn we echt vanaf vandaag officieel mee begonnen. We hebben een goede training neergezet en we kijken er echt naar uit. Iedereen staat te trappelen om te schitteren tegen die jongens. Hoe ervaar je de sfeer tot nog toe in de groep?
altijd goed. Dit is natuurlijk niet de eerste keer, maar ik ervaar een hele goede sfeer en die moeten we natuurlijk doortrekken. Thank you. Alsjeblieft. Ichano Haps, jij bent gegaan van de Eredivisie naar de Italiaanse Serie A. Kun je ons alvast vertellen wat de adjustments waren die je hebt moeten maken en hoe je hebt kunnen aanpassen? Want we hebben je gelukkig in Suriname ook mogen zien op televisie. Dat was echt wel fijn te zien en dan voel je je trots natuurlijk. Maar het leek me alsof je je best wel snel hebt kunnen aanpassen. Ja, klopt. Wat je zegt, ik had niet zo lang nodig om me aan te passen. Maar Italiaans voetbal is kracht, fysiek, snijd. En ik denk dat ik alles bezit qua dat. Qua speelsysteem, hoe ze daar spelen met 5 en zoals met 3. Dat was wel even aanpassen, maar ja, het ging goed. Het ging goed. Je treft daar andere type spelers. Je treft ook best wel wat toppers. Met name als je moet spelen tegen Juve, AC Milan, Inter, noem maar op. Hoe beleefde jij dat? Ja, maar dat had ik ook echt nodig, want ik heb heel lang in de Eredivisie gespeeld, ook in de top van de Eredivisie. Dus ik was op zoek naar wat nieuws, ook een sterkere competitie en dat heb ik gevonden in de Serie A. En wat je zegt, sterkere spelers, snellere spelers, dat had ik nodig. En ik zie dat ik ook daarin groei en dat ik een betere speler ben geworden. Wat zeg je als je jezelf persoonlijk mocht evalueren over jouw persoonlijke ontwikkeling en groei? Ja, zeker goed. Eerste seizoen Serie A, veel gespeeld. Ja, geliefd bij de fans daar. Dus ja, zeker een goed seizoen. Ja. Kennen ze Suriname? Ik begin Suriname op de kaart te zetten in Italië, ja. Ja. Je maakt weer deel uit van Nacho. Hoe beleef je dat weer opgeroepen te zijn en deel te mogen uitmaken van deze groep? Heerlijk, heerlijk. Vanaf het moment dat ik uit de vliegtuig stapte, die blijdschap, die rust, was heerlijk. En ik ben heel blij dat ik nu de eerste trainingen achter de rug heb met de boys. Nu moeten we onder andere Jamaica en Mexico als tegenstander treffen. Best wel grote landen in onze regio. Hoe leef jij er naartoe? Ja, eerst Jamaica natuurlijk. Als ik kijk naar de Gold Cup zie ik wel kansen voor ons. Want ik denk dat we gewoon hadden kunnen winnen van Jamaica toen op de Gold Cup. Ja, we gaan kijken waar onze kansen liggen tegen Jamaica en die zo goed mogelijk proberen te benutten in de wedstrijd. Wat heb je als perspectieven voor het komend seizoen in Venetië? We zijn gedegradeerd, dus ik moet even kijken wat er op mijn pad komt. Er zijn wel een aantal clubs die al concreet zijn, dus ja, ik verwacht wel dat het goed komt. Het komt allemaal wel goed. Ja. Thank you. Ja, alsjeblieft. Terug, Jurgen. We hebben de training gehad met de groep. Hoe blikt u erop terug? In ieder geval heel positief. Je ziet dat die jongens er zin in hebben. We zijn bezig met een bepaald spelprincipe om die uit te oefenen. En we mogen niet ontevreden zijn op deze eerste trainingsdag. Ik begrijp dat enkele spelers nog niet gearriveerd zijn of helaas niet komen. Om welke spelers gaat dat? Het gaat momenteel om Geraldo Becker, die toch wel een blessure heeft. Het gaat om Sherry, die met familieproblemen zit, de gezondheid van zijn moeder. Dus die twee zullen we helaas moeten missen. Ryan Donk, die arriveert op 2 juni. Dus dan meldt hij zich gewoon aan bij de groep. Sherry Becker, helaas niet erbij. Een aderlating, want ze hebben juist best wel topseizoenen gedraaid bij hun clubs. Ja, sowieso. Dat houdt ons bezig. Maar het houdt ons bezig omdat het toch wel twee heel goede spelers voor ons zouden moeten zijn. Maar ondanks dat moeten wij door. En onze focus is nu gelegd op de rest van de spelers en kijken hoe we het team kunnen klaarmaken voor de komende wedstrijden. Hoe kijkt u naar de klik, bondscoach, assistentcoaches en de groep? Voelt u een lekkere vibe en klik? Ja, sowieso. In ieder geval voelen wij elkaar aan en dat is heel erg belangrijk. Die acceptatie is belangrijk en dat hebben wij ook. En het is nu naar de wedstrijd toe. Moeten groeien. Thank you very much. Hi, thank you. Ja, zo hebben we gehoord achterin volgens Mienti Abena van Slovan Bratislava uit Slowakije. We hebben gehad Ricciano Haps, die voetbalt in de Italiaanse Serie A voor Venezia. Helaas is Venezia gedegradeerd naar de Serie B. Maar zegt hij, er is genoeg belangstelling van, concrete belangstelling van ploegen, dus het komt met hem wel goed. En ook trainer Roberto Geudeker, die dus aangaf dat hij ook zeer positief gestemd is. Ook Ashwin Harpal was in het stadion. Die heeft, dacht ik, met drie
aan, want we mochten per medium maar 2 tot 3 interviews doen. Die heeft dus met een ander 2-tal of 3-tal gesproken. Dus ik ga een beroep doen op Ashwin om ook die interviews aan u te laten horen. Waardoor het dus toch wel een brede reactie hebben vanuit de selectie natuurlijk naar de samenleving toe. Dus dat komt allemaal wel goed. Vandaag traint men niet, morgen wel. En morgen mag de pers, denk ik, een kwartiertje. Die man strak vaarlijk naar het ding. Als een internationaal level, als een ego ordelijk. Je geeft van tevoren aan met wie je wil spreken. Ja. En dan de mijn zitting. Dus je moet je registreren, opgeven. En zo dus de zaken doen. En de media heeft zich gehouden aan alle regels, de principes. Dus dan zijn we wakker vlot. Vandaag hebben we de mediadag. Mm-hmm. En kijken of we als SRS ook aanwezig kunnen zijn op de mediadag. Om zo misschien wel met zijn mensen zelf ook een gesprek te hebben, indien Ashwin dat niet al heeft, dus dat moeten we even bekijken. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja, geweldig wat er allemaal gebeurt op sportgebied, vooral even om Nacho. Even iets anders nu aan het meer, Biggie Boy of het Bacano, weekend? Ja, dus voor zoek aan Biggie Boy, de mensen moeten wel in de gaten houden dat Nacho speelt, zaterdag aanstaande. Mm-hmm. Dat is dus 4 juni en Radio SRS Suriname gaat sowieso live. Die wedstrijd begint om 8 uur. Belangrijk om te weten, want de Carta van Play, de pittig Tjuso, voor Surinaamse standaarden zijn ze duur. Want als je rekening om US dollar, dan kost een normale kaart $10-$11 en buitenland naar die soort play, of nou een zwaarwichtig play. Het is niet Suriname tegen, weet je, het is Suriname tegen Jamaica, Suriname tegen Mexico voor de nummer 1 in CONCACAF. Dus op basis daarvan zijn zo'n beetje de tarieven vastgesteld. En helaas voor ons, na ammonieverschil, dan komt het voor ons, als je hem omrekent wel, in SRD's duur uit. Ja. Maar daarom bestaat Radio SRS Suriname. Weet je, daar plek je live in na huiskamer. Je bij je popcorn, je bij je bier, je zit daar voor je cv, kom mooi. Net naar SS Stadion is dong. Dat je RK play, naar Ala Sousou en alles wat erbij hoort, zullen we hem voor u brengen. 7 juni dinsdag, play heb ik if you're netty. Dus mijn actie is smakbaar. Hoe app qua Radio SRS Suriname, if hoe vind dat een, met mijn enig, jurassief dorp, mijn zapval wat doen. Wie is daar if you're netty? Hoe wanneer je dat play, dan kunnen we ook die overweging maken. Want je berekent dat je van play begint, if you're netty. Dan een kwart voor 1 maand in een play, ik ba, en oude wat offer. Ja. Maar ik doe een middag dutje. Dus om je van rest niet bakken aan microfoon. Ja. Dus we gaan sowieso de mensen wat dat betreft tegemoet komen. Daar mag men op rekenen. Te beginnen met zaterdag aanstaande. Ja. Dat we de wedstrijd dan live op de SRS hebben. De TV zal er ook zijn, maar in pura volume van TV. Want soms ik kraken toch aan het boom. Ja, toch? Pura volume van TV, dat je SRS. Met een team combinatie aan vast. Goed, Atorif Biggie Boy. Biggie Boy moet aan de bak. Biggie Boy vecht aanstaande zaterdag. En heeft de laatste partij verloren. Maar de man, Alexander Volkov, tegen wie hij moet vechten, zaterdag heeft zijn 2 laatste partijen verloren. Biggie Boy staat op de 8e plek in de heavyweight division. Het is niet de beste ranking die hij heeft gehad de afgelopen tijd, want hij stond veel hoger. Maar om in de top 10 te staan is nog steeds een bijzondere prestatie. Yeah. De andere man staat op de 10e plek. En die wil natuurlijk ook klimmen. En Motegi apparat, if I'm not snap, jammer, edit door. Dus voor ons in Suriname is Biggie Boy, Biggie Boy. Yeah. Maar Pistama go in UFC, dat is zo ruus. Weet je, en deze man is de langste man in de heavyweight division. Hij was 2 meter something, 2 meter 8 of 2 meter 10. Man, boom, Biggie. Even schaam, boy. Ik heb een tactiek, voel ik de soort man dat ik. Maar aan het jersey, edeloid. Met Jaman Kofu. Dus Biggie zal aan de bak moeten. Hij kan hem wel pakken hoor. Hij heeft zich voorbereid. Het gevecht is uitgesteld geworden. Dus hij heeft meer tijd gehad om zich voor te bereiden. Hij zou aanvankelijk tegen iemand anders vechten. Maar Parat zich af toe lezen. En toen hebben ze hem aan de kant gezet en gezegd van oké. Dan maar tegen Volkov. Dus zaterdag vecht hij. Wat is wel gelegenheid voor Takanga? Ja, ik ben bezig een afspraak te regelen. Want het is nu Fight Week waarbij ze verplichtingen hebben in de VS. Interview en alle Trasani. Maar ik denk dat we wel de gelegenheid zullen krijgen om heel kort een interview met Biggie Boy te doen voor zijn gevecht van zaterdag. Indien hij wint, dan zal hij misschien een plekje stijgen. Of hij blijft op de 8e plek staan, of hij maakt stappen vooruit, maar hij kan niet droppen naar 9 of 10. En voor nu moet hij gewoon zijn overwinningen pakken. Hij staat op de 8e plek. Hij staat in de top 10 van de heavyweight division van de UFC. Ja. En misschien vanwege daartussen wat nederlagen. Dat enthousiasme rond Biggie Boy tempert. Maar guess what? Hij is nog steeds de enige Surinamer die het geschopt heeft tot de UFC. Ja. En hij staat nog steeds in die top 10. Ik weet niet wanneer de volgende keer zal zijn dat we Sranamang Odoro drapje bakken. Het is niet zo easy. Vaak genoeg Oesdoon dat we play coachen, we play. Mm-hmm.
nakken zo, maar moest kopen zo. Maar die dingen liggen naar de maf 2 meter 10 en 2 meter 12. En dan heel traag aan niet. Dus daar moeten we allemaal ook rekening mee houden. Natuurlijk is hij vechter. En van een vechter verwacht je wel dat hij de dingen doet die een vechter zou moeten doen. Ja. Maar in de praktijk, waarom ik tegen, ook toebal toch. We tak vaak zijn met die bij een bal. De Unie playbal, we mis 1000 bal. Dus het is niet zo simpel altijd. En Pelle weet het, want Pelle playbal ook toe. Play naar Taki naar Toussaint. Weet je, er kunnen allerlei omstandigheden zijn die een rol kunnen spelen voor alles en nog wat. Maar we wensen onze sportambassadeurs natuurlijk het aller beste toe. Trots op de man. Jazeker, we mogen absoluut trots zijn. We hebben binnenkort ook bodybuilders die Suriname op de kaart zullen zetten. Eddie Wilson is vertrokken naar Barbados. Om daar deel te nemen aan de Darcy Beckles Classic. We hebben als Suriname in de afgelopen 6 jaren inmiddels 4 prof bodybuilders. We hebben Soupe Kuse, we hebben Eddie Wilson, we hebben Wendel Citropawiro. En we hebben ook Milica Galimo die een pro-kaart gehaald heeft als enige dame tot nu toe. En er zijn nog wat meer bodybuilders die zeg maar timmeren aan de weg. Het is de laatste jaren echt ook de lucht ingeschoten wat betreft personen die eerst beginnen te trainen. Vervolgens ontdekken dat ze talent hebben en hun talent natuurlijk verder willen brengen. En wat de bodybuilding sport betreft hebben we de regio in de afgelopen 4 tot 5 jaren ook wel overgenomen. Iedereen kent Suriname en bij de regionale wedstrijden en daarbuiten houdt iedereen rekening te de manier dat één was er namen ook doen mee. Met de maatschap dat een pakket zei kon aan Ololo. En je manier dat over een bodybuilding sport maar wat voor hoe vreugd niet man dat in Japan trapet nou nodig. Oh ja inderdaad. We hebben verkiezingen gehad bij de Bodybuilding Bond afgelopen zaterdag. Waarbij ik dus gekozen ben tot voorzitter van de Bodybuilding Bond. Ik was in het vorige termijn ondervoorzitter. En het termijn daarvoor was ik gewoon de PR-man. Dus ik heb ervaring opgedaan, zeg maar. Het begon als de woordvoerder van de Bodybuilding Bond toen, 4 jaar geleden, vervolgens ondervoorzitter. En de voorzitter die nu afzwaait, Sherman Hakmat Koning verander, die heeft onder andere hoor, aan me gevraagd, want ik wilde ook afzwaaien, eerlijk gezegd. Als aan de Bodybuilding Bond met dat, dan ik SVB dat ik wel long kunst doen, want money heeft Mickey naar die dat is zo. De Bodybuilding Bond is echt wel een pro-deo bond. Je werkt keihard voor de atleten. En je moet het hebben van donaties van bedrijven, organisaties die een helping hand toebieden. Maar als sport, ik grow. Ik moet zeggen dat sinds ik betrokken ben zo nauw bij de sport, we de groei hebben gezien. En ook vanwege de COVID-periode, onze vorige termijn, 2 jaren COVID. Dus 2 jaren heb je als bestuur, als bond, weinig tot niks kunnen doen. Dat is een van de redenen geweest waarom we gezegd hebben van, weet je wat, we go door, omdat je het schip ook niet onbemand kan achterlaten. Kapitein ook aan John Pong, dus ik heb nu nog een petje op. Ja. Maar we hebben vandaag de overdracht aan het nieuwe bestuur onder mijn leiding. En we gaan dan de komende tijd werken voor de bodybuilding sport. Ja, waar wil je terechtkomen met deze sport? Nou, voor nu hebben we een stabiele positie in de regio. Ook daarbuiten hebben we het niet onverdienstelijk gedaan. Dus wat we als eerst willen doen, is onze positie in de regio verstevigen. Maar ook nationaal willen we toch wel wat meer meetmomenten voor de atleten. We waren afhankelijk van COVID. Tijdens COVID waren de meeste sportscholen lange tijd gesloten en een bodybuilder, een fitnessatleet moet toch wel hebben van trainen en goede voeding. Ja. Maar ik wil ook wel pleiten bij de overheid voor meer hulp voor de sporters. Omdat men staat er niet bij stil, de sporters die gaan naar het buitenland, de mij doen we niet. Als ze terugkomen, hebben ze dan, of krijgen ze dan van de beleidsmakers een vleesbroodje, een glaasje sap en een schouderklop. En daarom moeten ze het dan doen na het volgende moment. En men redt het niet. Dus van deze plek uit, ik denk dat we echt wel naar bepaalde zaken moeten gaan kijken. Ik hoop dat vanwege die trappositie de man dacht van, samen zit dat hier maar. Het is de realiteit. Je zit aan de ene kant, maar je zit ook aan de andere kant. En mijn sporters zullen me ook raar aankijken van, en nu nota bene voor je. Voor je. Voor je, nee, tak next jongen, voor je, nee, kom op goeie. Dus we moeten echt wel daar naar gaan kijken. De sporters die doen het goed, ze presteren aan het tak. Je put dan in een bodemloze put, nee. Te de man komt bakken naar de medaille, naar de titel en aher regio en alles met tak over Suriname, dan moeten we wel gaan beseffen dat nou een toeristisch product. Sport is een toeristisch product. Men raakt geïnteresseerd in Suriname, men wil weten, bijakkoord dat hij doet, want hoeveel is hij eruit, hoeveel is King Biggie zo goed ontwikkeld, maar zou ik dat bij. En men gaat geïnteresseerd raken, nieuwsgierig raken enzovoort. En we moeten echt wel, en niet alleen bodybuilding sport hoor, ook de andere sporten, ik bedoel van kickboksen met Biggie Boy, Donovan Wisse, onze Nacho nu ook met de diaspora voetballers, onze badminton spelers, Tosh van Dijk die zijn taekwondo zaken doet. De wielrensport, Jair Tjonenfa.
we moeten meer voor onze sporters gaan doen. Die waardering, ook onze voetballers trouwens, ook in de beginning aan Orubal Matori. Je merkt dat de mannen het omarmen, de man opgelucht dat er is toch wel een platform waar men zijn ei kwijt kan, ook aan takko van bepaalde sani. Want ook voor die groep, die echt dingen heeft neergezet in de afgelopen 10 jaren, is bitter weinig gedaan. En wat sportbeleid betreft, verdienen we niet een schoonheidsprijs. Sorry dat niet dat en zo, maar we kunnen stukken beter doen. Of als Fasani Egolo, kijk, we hebben een ministerie van sport. Weet je, sport, en nu heeft men regionale ontwikkeling erbij betrokken. Wanneer je praat, dan hoor je vaak genoeg van ja, het ministerie is eigenlijk niet daarvoor. Het ministerie is er om te faciliteren. Maar dan is mijn volgende vraag, wat faciliteert het? Bodybuilding sport bijvoorbeeld, ik ben er zo nauw betrokken. Geeft u me aan wat u faciliteert concreet. Klopt. En dan is het, dus we moeten echt daarna gaan kijken. Isabi, een beetje ministerie idee. Er zal ook van daaruit, denk ik, wat meer moeten gebeuren. Concreet naar de verschillende sporten toe. Omdat het argument van, we zijn er om te faciliteren, legt geen zoden aan de dijk. Geweldig. Heel mooie statement overigens. We nodigen een minister uit Fuku. En we hebben het over sport. We nodigen uit dat we het uitgebreid over sport. Want ik denk dat het wat u allemaal hebt gezegd, dat het echt waar is wat u allemaal hebt aangegeven. Maar vanuit mijn andere pet wil ik er ook wel bij zitten. Oké, okay, geweldig. Nogmaals, ik hoop dat Miraka in was wat hij noemt. Maar ja, ik ben het verplicht om de dingen te zeggen zoals ze zijn. Goed, heel hartelijk dank. Hiermee hebben we het gehad wat betreft deze aflevering van de Koffiepraat. Het trouwens een mooi uitzending, Maka. En voor een andere aflevering wil ik u uitnodigen om morgen weer te luisteren omstreeks 8 uur. Ik wens u een hele goede dag verder. Dadelijk we gaan even naar RVM. We gaan takkie tjissen naar de minister. En dan krijgt u dat ook in het nieuws te horen. Hele fijne voortzetting. Goedemorgen.